Hallo en welkom allemaal weer bij The Division. Vandaag is het zover en gaan we de ene laatste main storyline quest doen en dat is de Russian Consulate. Voor degenen die niet weten waar dat precies is, dat is hier op de map. Ik heb hem al een keer gedaan, moet ik eerlijk toegeven, met 4 andere mensen. Maar ik wil hem toch ook nog heel graag aan jullie laten zien. En om het een beetje uitdagend te maken gaan we hem dus vandaag op hard difficulty spelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zou gaan. Hier gaan we. We zijn uitgerust met onze LMG. Of, nou trouwens, dat is niet waar. Niet LMG. De, hoe heet het nou? De SMG? Nee. De... Even kijken. De submachine gun. Ja, wel. SMG. En natuurlijk onze sniper rifle. Dus ik ben benieuwd hoe die gaan, zich gaan voordoen. Wat we nog eventueel zouden kunnen veranderen, is dat de moeite waard... Ja, dat is misschien wel de moeite waard dat we onze turret skills gaan activeren. En dat is deze en dat we die zetten naar dit. Oh, wacht, heb ik hem nou aangezet? Volgens mij namelijk niet. Nee, zo, deze gaan we op E zetten. En we kunnen daarbij onze talents nog even veranderen. Dat applying shock to any target triggers a 30% chance to apply the effect to all targets. Dat is altijd heel handig. En willen we die op die plek zetten? Ja, deze is toch ook wel heel goed. Maar deze ook wel weer. Zeker met de sniper rifle. Nou, we laten het even zo. Hopelijk dat we de goede keuze hebben gemaakt. Hier gaan we. Oh, we hebben het alarm af laten gaan. Ik ben benieuwd wat dat in gaat houden. Oh, en daar komen de eerste enemies al. We moeten dus mee rekening houden. Ze zijn wat hoger level. Wow, en je ziet al wel dat ze aardig wat damage op zich nemen. Dus dit gaat echt niet makkelijk worden. Maar mijn turret doet wel heel veel goed werk. Kijk, met 3 schoten zijn ze op zich te killen. Dus dat is zeker niet verkeerd. We kunnen een beetje naar boven gaan staan. Hopelijk krijgen we daar geen spijt van. Oké, dat was 1. Er zit er blijkbaar nog eentje hierboven. En hier nog eentje hieronder. Wow, en daar gaan we al bijna neer. Je ziet hoe snel het kan gaan. Dat is echt ongelooflijk. Wow. Oké, dat is 1. Oh, wacht. Wow, je moet echt wel oppassen hier. Want echt, als je even niet oplet... Ze zijn op zich redelijk makkelijk te killen. Maar... Wow, ik kom moeilijk op hem richten. Oké, de eerste paar gekilled. Waar komen de volgende aan? Ik zag er hier eentje staan. Oké, daar komen ze. Even snelle reload. Wow. Waar word ik nou weer van aangevallen? Ik zie die twee gasten wel staan, maar ik heb niet het idee dat zij alle damage doen. Oké, dan doen we het gewoon zo. Dat is misschien een beter systeem. Kijk. Waar is dat? Volgens mij waren dat de eerste paar. Zo, maar ja, als je dit gewoon op normaal niveau zou doen, dan zou ik echt zo doorheen gaan. Maar je merkt dat het wel echt veel moeilijker is. Op dit moeilijke niveau. Ik ben benieuwd of het gaat lukken om de bosses in dit spel op deze wijze te killen. We moeten het in ieder geval wel heel rustig aan gaan doen. Dat is één ding dat zeker is. Oké, daar komen weer de volgende enemies. We gaan natuurlijk weer even onze turret neergooien. En een andere plek proberen te bemachtigen. Komen er nou ook gasten achter mij? Dat weet ik niet zeker. Ze staan net niet helemaal lekker om op te kunnen schieten. Wow, dat was wel veel damage die ik opeens binnenkreeg. Ja, hij is de eerste neer. Oké, waar is de volgende? Oké, de volgende neer. Nog eentje te gaan. Even een snelle reload.
even wat healen, want dat ging wel een beetje allemaal te snel. En het zit hier, het is hier ook net wat te donker. Oké, waar zit hij? Juist. Oké, op naar de volgende. Blijkbaar moeten we hier naar binnen. Warning. Hostiles inbound on your position. Wow, check hoeveel dat er zijn. Oké, er waren er twee. Iedereen wordt nog lekker gestunt. En samen met die turret gaat het toch echt wel goed. Wow, bijna neer. Oké, dat was de eerste wave. Maar blijkbaar komt er nog een tweede. En het kan goed zijn dat we dan geen gebruik meer kunnen maken van de turret. Zodat het dan wel ietsje lastig gaat worden. Maar daar komen ze al. Bijna. Oké, dat is nummer uno. Volgens mij waren ze dat. Dus kunnen we voor naar de door naar de volgende plek. We gaan er op zich aardig goed doorheen, zolang we goed cover blijven nemen. Oké, wat is dit? Komen hier enemies vandaan? Het zag wel even angstaanjagend uit, maar het lijkt allemaal mee te vallen. Hier kregen we even wat ammunition oppakken. En dan gaan we op naar boven. Agent, I'm not sure exactly what to tell you to look for, but Chernenko will have been working somehow, even through this. So, notes, journals, anything like that, be on the lookout, okay? Ik heb geen idee waar de rest komt. We hebben al de ammunition al. Oh, dit kan me nog wel herinneren. Dit is echt een lastig stukje. We kunnen twee dingen doen. We kunnen of naar boven gaan. We kunnen ook even een paar headshots knallen. Oh, wacht. Ik was even vergeten te reloaden. Zo, dat was een sick headshot. Oké, we moeten hier dus goed bij oppassen dat ze ons niet gaan flanken. Ik word nog wel beschoten. Ik weet niet precies waar. Er komt wel weer een andere gast aan. Oké, zit er nog iemand boven? Nog één schot? Juist. Oké, op naar boven. Kijken of we vanuit daar het misschien ons iets makkelijker kunnen maken. Ik ben benieuwd of onze turret hier in deze plek wat kan doen. Dit is denk ik wel een mooie plek. Oh, wacht. We moeten eerst naar beneden wat doen. Ik zit allemaal op te wachten. Want volgens mij komen straks wat enemies aan. We gaan daar wel weer naar boven. Want dat was echt wel een mooi uitkijkpunt. Geen idee. Ze kunnen ook natuurlijk van die kant afkomen. Dus gaan we weer snel naar boven. Wat is dit, dokter? Het is mapped RNA-files. Ik weet niet voor wat, maar het is Chernenko's genomic data by the truckload. Agent, ik need dat. Ik need all of it. Oké, zo te zien zijn we wat gegevens aan het overnemen. Warning. Network privileges revoked. Where's it gone? Agent, the data stopped. We've been hacked. Agent, whatever did that to you was Shade Tech, which means there's someone in your vicinity using Shade Tech, which makes them our new target. Reacquire that tech. Oké, ze kwamen dus toch van die kant af. Ik weet niet of ik al zo groot fan ben van dit wapen. Van dit wapen ben ik in ieder geval wel een heel grote fan. Dat durf ik met 100% zekerheid te zeggen. Laat ik onze turret even daar neer gooien. En even healen, want ik krijg ondertussen alweer aardig wat damage binnen. Gaan we even op een iets andere positie zitten. Hopelijk word ik niet door die granaat geraakt. Al ben ik wel aan het twijfelen of dit verstandig was om hier te gaan staan. Zeker niet verkeerd, want hem kon ik aardig wat damage doen vanuit daar. En gaan we even proberen die andere dude te flanken. Ik kan hem net niet helemaal lekker ritten. Misschien vanaf hier. Juist, dit is beter. Wow, is dat een nieuwe mechanic dat je zo over die rand kon mikken? Want normaal schoot je dan altijd in de rand. Wow. Waardoor werd ik nou weer beschoten?
Weg hier. Zo, daar werd ik echt bijna opgeblazen. We kunnen zo onze turret weer even naar beneden gooien. Er komt ook iemand naar boven. Dus die moeten we wel even in de gaten houden. Zo, en die shotguns doen echt veel damage. We gaan meteen even healen. Wow, wat is dit? We worden in de rug aangevallen. Kijk, dat was twee. Oh, er komt er weer iemand boven. Oké, ze dropten allebei wat items. We zijn er nog niet helemaal doorheen. Kijk, dit is altijd een beetje shit aan dit spel. En dan moet je net de andere kant op kijken. Laten we even omlopen. Daar liggen wat items. Die gaan we natuurlijk straks allemaal oppakken. We hebben hier ook nog een soort medpack. Die kunnen we even opblazen. Ik wist niet dat ze die dingen al gebruikten. Oké, dat ging niet helemaal volgens plan. Maar ik denk dat we hem nu al kunnen killen. Juist. Waar is dit allemaal? Nee, komen nog meer eraan. Dit was de eerste wave. Open the security door. Misschien was dit het wel. Want ik dacht namelijk dat dit de eerste wave was. Daar ligt nog een item. Laten we die eerst even oppakken voordat we de security door gaan openen. Maar tot nu toe gaat het toch wel allemaal erg soepel. Dus laten we vooral zo doorgaan. Oké, deze deur moeten we inderdaad openmaken. En dan kunnen we door naar de volgende ruimte. Even onze ammunition aanvullen natuurlijk. Want we hebben flink wat opgeschoten in die kamer. Zijn hier al enemies of wat moeten we doen? Oh, de computer hacken. Open the security door. Dat kunnen we blijkbaar met deze computer hier doen. Assessing security system. Hey, dat zijn precies dezelfde schermopstelling die ik nu ook gebruik. Voor degenen die dat niet doen, echt als je kan. Twee computerschermen is zo chill. We hebben deze deur nu opengemaakt. Dus daar kunnen we door naar binnen. Een lange gang. Geen idee waar we uit gaan komen. Is hier wat te doen? Zo te zien niet. Oh, maar hier zijn wel enemies. Oké, dat was één. Daar staat er nog iemand. Dacht het niet, boy. Hij had gewoon zichzelf gestunt. Niet de meest slimme actie. Oké, volgens mij zijn hier beneden achter ons ook nog wat enemies. Dus die gaan we natuurlijk ook even uitschakelen. Tot nu, dus je krijgt er nog geen staan. Misschien wachten ze nog even. Ja, juist, daar zijn ze. Over naar de sniper rifle. Kijk. Voor zulke grote afstanden is hij toch wel relaxed. We moeten even oppassen dat we niet aan de andere achterkant worden aangevallen. Al lijkt het nu niet het geval te zijn. Hier kwam iemand even voorbij vliegen. Bijna. Juist. Snelle reload. Oh. We worden nu al een beetje gerust. Dus dan moeten we ons andere wapen even bijpakken. Geen idee waar we zoveel damage van krijgen. Maar we zullen voor de zekerheid even gaan healen. En dan kijken waar de rest van de dudes zijn. Oké, die was neer. De laatste zit hier ergens. Ik kan hem niet helemaal goed zien. Dus we zullen weer ietsje dichterbij. Oh, hij zit hier gewoon op mijn turret kapot te schieten. Oké, waar is dat? Daar staat een... zo'n teken dat we daar naartoe moeten. Maar ik weet niet of dit alle enemies waren. Zo te zien wel. Het is wel verdacht rustig. Oké, hier kunnen we weer even ammo aanvullen. Coyote 1, this is Hornet, copy. Hornet, this is Coyote 1, we copy. My mainframe alarm was tripped, I'm on my way in. No need, sir. The Russian's locked up in some kind of safe room. But he can't hold out much longer. We have JTF on site, but it's nothing we can't handle. It's not JTF. I'm on my way. Horn it out. Oké, we moeten hier weer naar beneden. Ik zie echt aan alle kanten om me heen enemies. En hier staan ook weer wat enemies. Hoe gaan we dit doen?
Oké, de eerste neer. Staat er nog een tweede? Die zit daar. Oh, ze komen ietsje dichterbij. Hij komt al helemaal dichterbij. Dat zijn die shotgun gasten. Die zijn altijd wel echt gevaarlijk. Daar wordt wel een goed item gedropt. Die fans zitten hier gewoon een beetje te chillen. Oké, pak het item meteen op. Wat hebben we hier? Nog zo'n gast die hier beneden een beetje zit te chillen. Hier komt er ook nog iemand boven. Oh crap. Oh, dat is niet goed. De bos is hier. Tenminste, zo zag het er nou uit. Eerst maar even die andere gasten uitschakelen. Oké. Wie komt hier naar boven? Hij heeft een soort van schild bij zich volgens mij. Misschien moeten we even onze turret ergens gaan neerzetten. Eigenlijk ideaal daar, ja. Wat? Hoe moeten we deze gast uitschakelen? Dat wordt echt wel pittig lastig. We moeten natuurlijk voor die headshots gaan. Komt er ook weer iemand boven de trap op? Juist, die is neer. Oh, weg hier. Ik ben nog geen één keer zo iemand met zo'n shield tegenkomen als boss. Ik heb het idee dat we juist van dichtbij hem makkelijk kunnen killen. Dus laten we ietsje dichterbij gaan. Want hij wil juist die afstand bewaren. Oké, weer iets damage kunnen doen. Wow, dat was scheef. We zetten de aanval in. Oké, bijna door zijn armor heen. En nu gaan de levens redelijk snel omlaag. Hier gaat hij. Juist. Wow. Oké, dus met zijn schild. Dat is wel echt sick. Maar ook wel echt een stuk lastiger. Ik wist op een gegeven moment echt niet meer wat ik moest doen. Oké, zeg maar dat ik deze kant op moet gaan. Can you make him hear me? Vitaly. Vitaly, it's Dr. Jessica Candle from New York. We spoke at Innsbruck after your talk. I know you, and you know my work. Dr. Candle, do you have my notes? Are they safe? Vitaly, it's okay. We're here to help you. Can you open the door? Okay. Vitaly, what's going on? That was a breaching charge. Move, agent. Wow, wat was dat inderdaad? Opeens een gekke explosie. Hier kunnen we blijkbaar hack de panic room. Daar kunnen we nu naar binnen. Is dit onze dude? Dat ziet er niet goed uit. Oh, wacht, hier ligt nog wat. Oh, die hebben we al een keer geopend. Oké. Okay. Hier kunnen we niet naartoe. Ik denk dat we hier naartoe moeten inderdaad. Hier kunnen we wat ammunition pakken. Die vent ligt best vredig bij voor iemand die op een brute wijze is vermoord. Oké, gaan we dan. Ik heb zo'n idee dat we telkens dichter bij het einde gaan komen. Hier zijn wat snipers. Wat, hoe kon dat geen headshot zijn? Dat was wel zeker een headshot. En ze rushen me een beetje. Dat is één. Wow, de tweede is al binnen. En hij schiet me inderdaad bijna neer. Oké, gaan we. We hebben de boss op de een of andere manier, of in ieder geval diegene die daar zit, al aardig wat damage kunnen doen. Maar
Het ziet ernaar uit dat hij niet meer gaat pieken, dus dan moeten we toch echt dichterbij gaan. Hier ligt een soort van mine. Dat kan ons in ieder geval niks maken. Ik denk dan dat we gewoon dichtbij moeten gaan. Oh, wat? Ik zit vast. En dan doen we het gewoon op de brute wijze. Kijk. Dat was één. We kunnen hier ook onze ammo bijvullen. Dat is trouwens niet echt nodig. Oké, en dit is de volgende plek. Veel enemies weer volgens mij. Oké, bijna de eerste neer. Dat was nummer uno. Zetten zij nou ook een turret neer? Dat is een stelletje naapers. Maar blijkbaar niet zo effectief als wij. Oh. Oh no. Weg hier. Zo'n bom kan je echt gewoon in één keer opblazen. Dit lijkt weer een soort van bos te zijn. En ik kan je nu alweer vertellen, hij doet aardig wat damage. Laten we een granaatje gooien. Hier zo ongeveer. En wat healen. Volgens mij deed dat aardig wat goede damage. We moeten eigenlijk eerst even die andere gasten uitschakelen. Die inderdaad. Voordat we ons gaan bemoeien met de bos. Wow, wat was dat? Weg hier. Oké, en weer terug. Dat was een rare bom die naar mij werd toegegooid. Deze dude is wel van de technologie volgens mij. Zo. Dat is ook goede damage. Hij gebruikt allemaal gadgets die ik ook wel eens gebruik. Kijken of we onze special ook kunnen gebruiken. Dit was misschien niet het ideale moment. Want ik kan hem nu niet beschieten. Had ik beter nog even mee kunnen wachten. Ik heb hem wel bijna dood. Dus het heeft toch wel goede damage gedaan. We zullen onze turret ook weer even neerzetten. En dat was hem. Hopelijk is dat de boss. Ik weet het namelijk niet zeker. Wow, hij dropt gewoon een yellow item. Een shade tech. Daar gaan we zo even naar kijken. Syncing with shade technology. Database accessed. Establishing uplink. I'm getting the files off that agent's shade tech. This will take days to analyze, but there's something here. Something scary. It's a good thing I got this. Not that good. We had Chernenko taken out from under our noses. Eh, I've got his notes. I don't need them. At least not yet. Oh, there's so much good data in here. Kijk, en voltooid. Gave missie hoor. Het was goed uitdagend, omdat we het op hard hadden gezet. Ik denk wel dat dat een goede keuze was geweest. We hebben dus volgens mij hiervan... Nee, waar kregen we nou dat yellow item van? Want we kregen een yellow item, was het hier? Of is hij nou opeens Fuji? Zou ook grap zijn natuurlijk. Ik heb er helemaal goed voor gespaard en hard voor moeten vechten. En dan is het gewoon weg. Even kijken. We kunnen sowieso deze allemaal even wegdoen. Hier zat het ook dus niet tussen. Hier kunnen we deze twee ook wel even wegdoen. Die spraypint zeker niet. Oké, we hebben een nieuw item gekregen. En het ziet er nou uit. Increase kill X-points. Ja, dat is dus waarom ik deze niet meer aan heb. Omdat we die increased kill X-points niet erg nodig hebben. Aan de andere kant. Je krijgt wel veel meer health. En exotic damage resilience. En first aid self heal. Ik ben een beetje aan het twijfelen. Nou, laat ik daar dan nog even rustig mee doen. Maar ik weet toch zeker dat er een geel item tussen zat. Geen idee waar die is gebleven. We hebben twee nieuwe maskers. Hier heb je zelfs twee mods op zitten. Dat heb ik eigenlijk nog niet eerder gezien. Mobile cover, damage resilience. En smart cover duration. Ja, dan is de vraag welke willen we. Het maakt op zich niet gek veel uit, denk ik. Ja. Laat ik voor deze gaan. Omdat je hier twee van deze mods op kan doen.
Increase kill turret duration. Deze zetten we op. En deze zetten we op. Zo. Helemaal goed. Hier kregen we nog een nieuw item voor. Die hebben we niet nodig. We kunnen trouwens dit item ook. Oude item ook even weggooien. En ja, waar nou dat? Misschien was het een blueprint. Dat zou kunnen. Een gele blueprint. Daar kunnen we nog even voor de zekerheid anders naar gaan kijken. Dan moeten we terug naar de base of operations. Laten we dat dan doen. Fast travel. Ja, dan kunnen we meteen even kijken. Want ik moet nog een soort van gesprekje met één iemand houden. Dus dat kunnen we dan ook meteen even doen. Maar echt heel raar. Ik zweer het zeker. Heb ik eindelijk een yellow item. En dan weet ik nog ineens waar die naartoe is. Maar ik denk dat het een blueprint is geworden als ik er zo op terugdenk. Wel gaaf om te weten dat we gewoon deze missies ook voortaan op hard kunnen doen. Je kan het altijd op hard in je eentje doen. Je kan het natuurlijk ook altijd met 4 personen doen. En wat ik wel heb gemerkt is dat je met 4 personen wel een stukje sneller doorheen gaat. Maar met 4 personen had ik dus deze al een keer op hard gedaan. En toen vloog we recht doorheen. Dat was echt niet normaal. En ik ben al helemaal benieuwd. Ik heb ook vandaag mijn eerste challenge missie gedaan. Of je eventueel die challenge missions ook in je eentje zou kunnen doen. Dat zou ook sick zijn. Ik weet niet waarom hij niet meer verder loopt. We zijn er wel heel bijna, maar niet nog steeds niet helemaal. En we hebben straks nog het laatste gebied wat we moeten vrijspelen. En dat zijn de laatste missies die we nog kunnen doen. Voor degenen die niet meer weten wat hier dit is. Dit is de Base of Operations. Waar we helemaal dit spel eigenlijk zijn begonnen. En we moeten talk to Jessica Kendall at the base. En talk to Roy Benitez at the base. En dat heb ik al een hele tijd staan. Maar daar wacht ik altijd even mee. Zodat ik dat ook aan jullie kan laten zien. Dus laten we eens even gaan kijken. Hier is Jessica. Dus daar gaan we even mee praten. I don't want to get ahead of ourselves here, but I think we've got something. Thanks to you, we have mapped the genetic drift on green poison. Plus, I have ID'd all the aftermarket DNA Amherst bolted onto it. And thanks to those samples you picked up from the survivors, I was able to harvest antibodies against our friendly neighborhood superbug, and that let me lay out a roadmap for a vaccine. Here. Take a look. Normally, I'd take point on the team developing that, but they're a little better equipped to handle it in Ann Arbor. And me? Well, I'm stuck here with you. Which is fine. God knows there's plenty left for me to do here. And with Chernenko and maybe Ammer still out there, all it would take is one psycho asking the right questions. Tell me we're not gonna see that. Please. Dr. Campbell, you're needed in the recovery ward. Dr. Campbell. Still lots for me to do. Hey. You know we can't survive this again. So please. Volgens mij hebben wij zelf gewoon nog steeds geen woord gezegd in dit spel. Dat is wel echt hoog. Blijkbaar hebben we een soort van tegengif gevonden. Dus dat is een goed teken. Laten we nog even met de laatste persoon gaan praten. Die bevindt zich hier. Oh, look who it is. Hey, hey. It's the conquering hero. Gotta say, I didn't think anybody could pull off what we asked you to do. Best part is, you freed up my first responders to go where they could do the most good. Not bad for feds, huh? I've seen worse. Take a look. Every criminal group that we've been dealing with is on the run. They're not all gone, but there's a lot less of them out there. And it shows. Residents are feeling safe enough to come out onto the streets again. JTF was able to help Sarah get their tents back up and running. They've got people lining up around the block, getting food and medical attention. We're finally starting to get some traction out there. Well, I ran into the guy who runs my neighborhood deli in Queens. He's actually talking about reopening at some point. You know, if I squint, I can almost see New York again. How about that? All right, that's enough backpatting for one day. LMB's still out there pissing me off. I've got work to do. And so do you, Agent. Get to it. Hey. You got skills, pal. Kijk, thanks. Even een beloning op zo'n mooie dag als dit.
kan natuurlijk niet beter. Dit was het weer voor vandaag. We zijn dus, hebben de één na laatste main missie kunnen doen. Die zich hier bevond. We hebben nog één plek, zoals je ziet, eigenlijk helemaal geen missies staan meer op de map. Maar we hebben nog één gebied waar we nog helemaal niet in zijn geweest. En dat is hier. Dus we moeten dus dan naar de safe house en kijken hoeveel missies hier zijn. Ik ben wel benieuwd, want dat zijn de laatste missies van dit spel. En als grote klapper, explosie, spectaculaire, weet ik veel wat, hebben we op het einde nog deze missie. Dat is de main missie waar we dus deze verhaallijn mee gaan afsluiten. Normaal had je telkens dat het of van de medical wing was, of de technical wing, of de support wing. Ik weet eigenlijk niet meer zeker of de engineer wing, geen idee hoe die heet. Maar nu hebben we het gewoon van general, dus gewoon van alles ook. Niet specifiek op eentje, dus daar ben ik wel benieuwd naar. De moeilijkste missie van dit spel volgens mij. Ik ben heel erg benieuwd hoe die gaat zijn. Ik wil jullie in ieder geval weer allemaal super erg bedanken voor het kijken. Laat me natuurlijk weten wat jullie ervan vonden. En dan zie ik jullie allemaal graag volgende keer weer.